Vandaag gaan we kijken hoe de mode in Amsterdam Zuidoost is. We gaan kijken hoe de jongeren het beleven. Wat voor stereotypes er zijn, wat in en niet in is en wat de laatste trend is. Mag ik jullie een paar vragen stellen over mode? Ja hoor. Vinden jullie mode belangrijk? Ik vind mode niet echt belangrijk. Je moet gewoon dragen wat je zelf wilt, weet je. Als jij vindt je wilt hakken dragen, moet je gewoon hakken dragen. Als je vindt je wilt je haar hier kaal scheren, moet je dat gewoon doen. Gewoon dragen wat jij wilt, niet op andere mensen letten. Vind ik mode belangrijk? Nou, ik denk niet dat het heel belangrijk is. Maar dat het wel leuk is om te kijken hoe je op straat gaat gewoon. Wat jij? Ja, ik vind het ook niet echt zo belangrijk, maar... We zijn er niet de hele dag mee bezig, maar we kijken wel wat we aantrekken voor het huis gaan. Precies. Vind jij mode belangrijk? Ja, best wel, want ik hou graag om zwart aan te doen en zo, weet je. En ja, best wel, ja. Maar het is niet echt dat ik aan, Hollands Next Top Model of zo kijk, weet je. Dat is toch meer voor meisjes? Ja, precies, daarom kijk ik er niet naar. In hoeverre ga je mee met de mode? Ik doe mee met alles. En wat houdt alles in? Want wat is op dit moment gaat? Wat is nu in? Met de mode gewoon. Even kijken, die hoge laarzen zijn in. Korte jasjes. En kort haar. Wat is nog meer in? Oh, ongeveer dat. En hoe ver gaan jullie met de mode mee? Nou, ligt eraan... Of ik het leuk vind. Ja, gewoon wel. Als ik het leuk vind, dan koop ik het. Ja, precies. En dat is ook niet prijsgebonden? Nee. Hoe ver gaan jullie met de algemene mode mee? Ja, valt wel mee. Maar toch, als ik zie All-Stars, pak ik ook wel een beetje mijn All-Stars uit de kast. Maar ik voeg mijn eigen dingen ertussen, weet je. Gewoon mezelf, gewoon Kelly ben ik. En jij? Ja, ook hetzelfde ongeveer. Ja, gewoon je eigen smaak, je eigen swagger, laat maar zeggen, brengen gewoon. Hoeveel besteed jij ongeveer aan om er leuk uit te zien? Maar ik geef al mijn geld uit aan mode. Ja. Yo. Ik weet echt niet hoor. Nou, laat me zeggen. Nou, deze maand heb ik wel veel uit. Laat me zeggen, ja, €200 ongeveer. Ja. En jij? Per maand betaal ik €70 gewoon om mijn haar, om te knippen en die dingen. En ja, qua kleding, ja, ik weet het niet. Als ik iets leuks zie, dus koop ik het gewoon. Dus ik weet het niet. En is het voor jullie ook merkgebonden, de kleding die jullie daar... Nee, dat niet. Nee. Voor jou? Ja, zolang het er goed uitziet, is het niet echt merkgebonden. En is het voor jou alleen maar duur of is het ook mooi? Duur is mooi. Wat is jullie stijl? Het is altijd verschillend. Dan ben ik zogenaamd zakelijk, dan ben ik een beetje funky. Gewoon hoe ik me voel. Ja, wat voor stijl heb jij? Ja, gewoon een beetje... Ja, als er iets in is of zo, dan heb je het meestal wel. Ja. Dus jullie vinden mode belangrijk? Ja, dat wel. Ja. En wat is nou echt jouw stijl? Mijn stijl is? Verschillend. Ik heb niet echt een eigen stijl of zo. Ik koop meestal gewoon wat er leuk uitziet en dat is het, zeg maar. En vind je dat hoe je draagt ook cultuurgebonden is op dit moment? Op dit moment niet, maar meestal heb ik wel zo'n culturele, zo'n Ghanese-achtige iets aan. Je toch van die jurken of mijn hoofd gebonden of wat dan ook, maar nu niet, nee. En wanneer heb je dat dan? Wanneer ik echt in de mood ben om mijn African stijl gewoon naar buiten te brengen. Mama Africa. Ja Mama toch, Africa. Big up Africa. En jij, breng jij vaak je cultuur terug? Nee, niet echt. Nee, ik draag gewoon wat ik wil dragen, weet je. Mensen zien wel gewoon dat ik Ghanese ben of soms, maar het is niet dat ik kente ga dragen of zo. Kente is Ghanese stof. Het is niet dat ik me schaam of zo, maar ik wil gewoon spijkerbroeken en die dingen dragen, weet je. Vind je dat mode cultuurgebonden is? Ja, best wel, ja. Dus... Ik bedoel, je ziet Afrikanen zie je soms met die lange jurkachtige dingen en... Ja, zakelijke mannen, ja oké, dat heeft niks met cultuur te maken, maar laten we zeggen Spanjaardse meisjes zie je dan met die jurkjes en zo. En dat is meer in de zomer, hè?
Ja. Nee, ik denk het niet. Omdat ik elke dag wel wat anders aantrek. Eén dag heb ik een blazertje aan en de andere dag loop ik gewoon in een joggingpak of zo. Dus. En jij? Ik dacht een kenmerkende stijl. Voor mij echt wel dat, ja, hetzelfde. Marokkaans. Nee. Wat bedoel je daarmee? Ja, Anthony Marato jasje, kruisschoentjes, overloopje. En houden media jullie bezig qua mode? Nee. Ik heb gewoon mijn eigen stijl. Dus ik zoek gewoon zelf wat bij elkaar. En of het nou van de H&M is of van Armani, dat maakt mij niet veel uit. En jij? Ja, bij mij ligt het eraan. Als het echt mooi is, dan, ja, dan koop ik het wel, zeg maar. En ook media gewonden? Nee, ja, best wel, ja. Die heeft veel invloed erop. Wat zei je? Die heeft veel invloed erop. Ja, een beetje te veel invloed. Als ik bijvoorbeeld naar tv kijk of naar modedingen, jawel, dan je ziet wel die dingen, maar je brengt wel je eigen twist. Kleine twist eraan, weet je, van oké. Want je ziet van die slanke modellen met skinnies en dat ze denken, kijk, ik heb een bakka, dus dan is het een beetje, hoe ga ik het brengen? Ga ik een leuke truitje erop zetten of ga ik gewoon mijn bakka laten zien en zo. Vinden jullie dat zeg maar mode leeft in de Bijlmer? Ja, ik ben er niet zo heel vaak, maar ik vind het wel. Ja. Oké. En vind je dat zeg maar de Bijlmer een soort andere mode heeft dan in andere delen van de Amsterdam, zeg maar? Nou, er lopen natuurlijk wel soms aparte dingen bij, maar voor de rest niet echt. Ja, een beetje hetzelfde. En echt kenmerkend? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje vervaagd is. Normaal was het altijd een beetje kalkani broek, lekker laag. Maar nu zie je ook gewoon Surinaamse jongens met skinny jeans en zo. Dus, Niet de rest van Nederland, maar hier zie je wel meer dure dingen. En in Oost, maar voor de rest zie je niet echt van. Maar hier zijn meer de jonge meisjes, snap je? En die zijn echt mee met de mode. En wat is volgens jullie nou echt een Bijlmerstijl? De wave. Echt hè, de wave en de nails. Oké, vandaag hebben we geen nails, maar de wave, de nails. En de wimpers tegenwoordig. Wimpers. De wave, ja, echt waar. Ja, de wave. En jullie zijn er ook helemaal in toe? Laat maar zeggen, nou, ik wel, want mijn eigen haar. Mm-mm. Nou, ik niet. Ik heb mijn eigen haar. Ik rock gewoon hoe ik het. Ik heb ook wave gehad, maar ik vind het toch leuk om mijn eigen haar. Ik dacht een beetje hier toch. Heerig. En wat is nou voor jou een typische Bijlmerstijl? Een typische Bijlmerstijl. Ja, Bijlmerstijl is merk, ja. Alleen maar merk, dure dingen zie je. En ga jij mee met deze stijl? Dame, volg, kom op. Je wil niet weten hoe duur mijn tas is, schat. Volgens mij hele moeder salaris. En hebben jullie nog echt een tip voor de kijkers thuis over mode? Een tip voor de kijkers? Wees jezelf. En jij? Ja, draag wat je leuk vindt. Draag gewoon wat je leuk vindt. Ja, waar je je prettig in voelt. En, je moet gewoon dragen wat jij wil dragen en niet wat mensen van jou willen zien. Je moet gewoon jezelf zijn, dat moet je doen. En jij? En alleen kopen als je het echt kan betalen. En ga niet gek. En niet kopen omdat de Louis Vuitton op staat en het staat je niet. Je weet dat het je niet staat, dat moet je gewoon niet doen. Je kan dezelfde schoen bijvoorbeeld bij Bristol halen en dat staat je ook niet. Ze zeggen altijd, Aldracht de Ape, gouden ring. Het blijft een lelijk ding. Het blijft een lelijk ding. En heb je nog een tip voor de jongeren, een modetip? Ja, ga werken, dan kan je alles kopen.